dementie is geen aftakelingsproces. Technisch gezien misschien, maar technisch gezien is ouder worden ook een aftakelingsproces. Als we daar de focus op gaan leggen, dan kan niemand blijer van worden. Dus nee, voor mij is dementie geen aftakelingsproces. Het is wel een terugkeer. Een terugkeer weg van de samenleving. Weg van de technologie. Weg van de gevestigde waarden en normen. Een terugkeer naar de waarden en normen van een kind. Liefde. Geborgenheid. Warmte. Voor mij is dementie een terugkeer naar de eenvoud. Mijn grootmoeder keerde terug naar de eenvoud. En ik als kleinkind, maar ook als verpleegkundige, nam een deel van haar mantelzorg over. En als acteur, na haar dood, wilde ik haar verhaal verder vertellen. Aan de hand van woord, beeld en muziek breng ik haar verhaal. De moeilijke momenten, maar ook de mooie momenten. De kinderen worden oud, je moeder wordt kind. Wat zouden ze doen zonder jou? Je zwerft de hele tijd van hier naar ginds, geketend aan je eigen droom. Dit resulteerde in een mooie theatermonoloog en tegelijkertijd een krachtige bijscholing. Een bijscholing geschikt voor iedereen die in contact komt met dementie. Mensen met dementie zelf, hun partner, kinderen, kleinkinderen, buren, kennissen, maar ook mensen die werken in een woonzorgcentrum, in een ziekenhuis, op eerste lijn. En natuurlijk ook voor de toekomst, de school. Mijn naam is Raf de Bruin en ik heet u van harte welkom bij Terug naar de Eenvoud.